Nou, lopen we dan. In de regen, het is echt schrikkelijk. Ik kreeg net weer een pakketje binnen. Vandaag loopt trouwens heel anders dan de planning was. Dat doe ik trouwens altijd. Ik ga nu in ieder geval... Het lijkt niet heel speciaal, maar... Goedemorgen, het is woensdag en ik heb me niet verslapen. Daar ben ik heel blij om. Sterker nog, ik was zo betijds mijn bed uit dat ik zelfs de was al aan heb gezet en alles. Wat heb ik aan? Ik heb deze trui aan weer van Selected Femme. Droeg Levi's laarsjes van Vagabond. En die oorbellen ben ik even vergeten waar ze van zijn. Volgens mij My Jewelry, maar dat weet ik niet zeker. Sarah is de laatste ontbijtje aan het eten en daarna gaan we in echt rot weer naar school. Nou, lopen we dan. In de regen, het is echt schrikkelijk. Ik heb mijn oorbellen uitgedaan. De ene oorbel, die deed zo pijn opeens. Ik heb wel vaak gehad dat die heel strak zit, maar het was hier wel heel erg. Sarah is ook naar de nieuws, dat doe ik nog. Want ze heeft het koud. Nou, het was een anderhalve maand geleden was het geloof ik 15 graden kouder hoor, dus het valt nog wel mee. Oh, wat een rot weer zeg. Echt helemaal traanogen ervan en alles. Van die vervelende scherpe wind in je gezicht. En noem maar op. Ik ben blij dat ik binnen ben. Echt verschrikkelijk. Wat is dit nou? Okay. Thee zetten. Even warm worden. Het is natuurlijk maar een kort dagje vandaag. Dus... een lijstje gemaakt. Oh, ik ga ook mijn boontjes gelijk even doen. Dan heb ik dat ook vast gedaan. Zo, die was klaar. Voor vanavond. En dan een pan de pasta. We gaan lekker een pasta pesto eten. Die was klaar. Die is er mee. Dan gaan we even goed opwarmen en wakker worden. Ik kreeg net weer een pakketje binnen van de bol.com. En die zijn wel makkelijk te openen, maar hier zit geen trekstrip aan. Oké. Dat is een beetje jammer. Dan is het open. En dit is een cadeautje als het goed is van Mila de verjaardag. Die is vandaag jarig. En zaterdag heeft ze haar feestje. Sarah, de lievelingsboek, maar dan voor Mila. Zij was helemaal gek op het dagboek van een muts. En dit is deel 10, Puppy Love. En dat is haar favoriet, dus die geeft ze aan Mila voor de verjaardag. Helemaal leuk. Dus die ga ik even apart leggen. En dan kan ze hem straks van de week even inpakken voor haar. Vandaag loopt trouwens heel anders dan de planning was. Sarah had oorspronkelijk ooit een playdate geleid naar school. Dus dan hoefde ik ze pas om 4 uur op te halen. Maar dat gaat nu niet door. Dus ik moet er eerder ophalen van school. Dus ik had best wel veel gepland voor vandaag. Ik denk, nou, dan kan ik al die dingen even doen. We hebben natuurlijk best wel rustig aangedaan dit weekend en de 2 dagen daarna. Omdat we van, hè, laten we een beetje vrij zijn. Dat is gisteren ook trouwens niet helemaal gebeurd, maar we hebben ook wel, we hebben wel veel gedaan, maar relax. We hebben gewoon niet gestrest over iets of wat dan ook. Alleen was het dus de planning dat ik dat vandaag en morgen dan vooral zou inhalen. Ja, dat loopt dus even iets anders. Dus ik moet nu echt even keuzes gaan maken wat ik af ga krijgen en wat niet. Want als Sarah er is, krijg ik toch wel minder gedaan. En dat is ook verder helemaal niet erg natuurlijk, maar daar moet ik wel rekening mee houden. Deze was vast trouwens al droog. Maar de dekbed overtrekken die erbij zaten, die zijn nog niet droog. Dus die heb ik net even verder uitgehangen. Mijn droger is kapot. Nou stop ik sowieso het liefst alleen maar handdoeken in de droger. Want die komen er wel lekker zacht uit. Lakens heb ik echt vaak gehad dat ze krimpen. En dan zitten ze er niet lekker meer omheen.
Dus die ben ik eigenlijk mee gestopt. En Marco's werkkleding deed ik wel vaak in de droger. Maar ik moet een nieuwe. Alleen, we zijn natuurlijk constant bezig nog met verbouwen. Alleen gaat het een beetje van de hak op de tak. Maar het idee was om nog geen nieuwe droger te doen totdat het verbouwd is boven. Want dan staat hij met het verbouwen ook niet in de weg. Maar goed, nu zijn we eerst met de tuin bezig. Dus ik doe het al een tijdje zonder, dus ik red het wel. En eigenlijk mis ik hem dus alleen op de werkkleding en de handdoeken. Maar het is dadelijk wel weer de bedoeling. En dan gaat het wassen ook weer een stuk sneller. Maar ik sta nog steeds wel achter het plan dat ik het fijn vind om eerst te verbouwen en dan weer een nieuwe droger. Want dan heb je minder zooi in de weg staan als je dus aan het verbouwen bent. Dat is het hele idee. En ook gelijk maar even stofzuigen. Tijd om Sarah weer op te halen. Het is droog, het waait wel heel hard. Ik heb echt haast, dus ik ben echt een beetje bullen. Maar goed, we gaan zo kijken wat er komt. Eerst even eten. Als lief, we zagen Mila op plein. Die is ook net met ons meegelopen, want die is een nieuwe step. Is eigenlijk meegestept, want we kon steppen en dan hoefde ze niet met de auto naar huis. En toen kregen Sarah en ik allebei zo eentje. Super, super lekker. Maar ik denk dat we dat vanmiddag even doen bij de thee. Ik vind het trouwens wel echt heel leuk, die kaartjes. Je mag natuurlijk heel weinig met de tractaties. Ik kwam even niet op het woord. Maar ik vind ze wel heel leuk zo. Met die touwtjes en die kaartjes. Dus super schattig. Nu ga ik met dit meisje eten. Blijf nou eens op je billen zitten. En deze hebben we... Ik heb ze al laten zien. Ja, deze heb ik voor de tweede keer gekregen. En ik ook. En kijk, dit is die het kaartje. Die heb je al weggekrast, ja. Ja, dat was deze, dat was zo heet. En Sarah heeft lekker een boterham met jam en met pindakaas. En ik heb en met brood jam. Met ham en zuivwater. En ik heb thee. Ik heb net met Sarah, ik heb iets met mijn hart. Eerst even lekker samenhangen gedaan. Toen ze gaan buitenspelen heb ik even het laatste stukje van de was weggewerkt. Want dat was eindelijk droog. En nu ga ik lekker pasta maken. Lekker pasta pesto. En ik gebruik deze pesto. Deze is van Costa Ligura, denk ik. Dit is vegan pesto. Want ik hou niet van kaas. En deze, vegan, automatisch, zonder kaas. En de rest van deze ook lekker, dus dat scheelt. Hij ziet er zo uit. Ik kan het niet helemaal goed laten zien. En dit is altijd een favoriet hier, want dat vindt iedereen hier lekker. Sarah gaat de tafel dekken en Sira is er nog gezellig. En dan ben je erin. Hi. Oh, ben jij de babysit? Ja, zit er. Het is wel leuk. Sarah en Sira die wisselen altijd tegelijk. Laat je tandjes eens zien, je voortanden. Dus die zijn allebei, zeg maar, die tanden ernaast kwijt. We gaan elke keer tegelijk, hè, met wisselen. Ja. Super grappig. Kijk, we doen het. Ja, ook met die middelste, ja. In spiegelbeeld doen we het eigenlijk. Ja, in spiegelbeeld. Sira, deze, ik deze. Ik heb die. Sira die. Ja, het is wel echt heel grappig. Ik heb Sarah bed gelegd. Marco ligt in bad. Nou zeg ik heb Marco op bad gelegd, maar dat klopt niet. Dus ik ga gelijk even snel editen. Dan heb ik dat vast gedaan. En het is ook echt betijdjes een keer, want normaal is het te laat. Oh, ik was thee aan het zetten. En toen was ik even weer wat gaan pakken. En nou is mijn water gekookt. Dat doe ik trouwens altijd. Dan ga ik zitten en denk, oh ja, dat was ik aan het doen. En dan sta ik weer op. Echt 100.000 keer per dag. Maar goed, wat was ik aan het zeggen? Ik ging thee zetten. Maar ik dacht, dan ga ik gelijk even editen. Heb ik dat al vroeg gedaan? En dan is mijn thee daarna drinkbaar. Irritant, want niet alles past er in de vaatwas. Dus ik heb allemaal vaten op het oude gedaan. Voor de volgende ronde. En ik vertik het met de hand. Dat doe ik niet. Volgende ronde gaat het mee. Ik heb mensen die dan de laatste paar dingen met de hand doen. Maar dat... Nee. Het is gedaan. En ik ga de poltype verder kijken. Alleen, ik had er zo'n zin in. En toen zag ik dat ik nog maar iets meer dan één aflevering moet. En dan is die afgelopen. En dat vind ik iets minder leuk. Wel gekeken, er komt nog een vijfde seizoen. Dit is seizoen 4. Maar omdat het laatste seizoen iets minder goed bekeken was, wordt hij maar 6 afleveringen. Dus dat vind ik stom.
Waarom ze altijd met goede steren stoppen, dat vind ik ook stom. Maar goed, ik vind wel meer stom. Ik ga nu in ieder geval even op mijn gemak kijken. Marcus is al heel even de deur uit gaan. Dus ik ga kijken. En gebruik maken van de tijd die ik heb alleen. En dan hoop ik dat Marco daarna precies terugkomt. En niet al voordat hij afgelopen is. Dan kunnen we misschien nog even een klein stukje de Blacklist kijken. Maar ik wil hem wel afkijken nu. In één keer. Ik heb mijn serie afgekeken. In ieder geval totdat het nieuwe seizoen er is. En Marco had een goed timing. Want die kwam precies daarna binnen. Dus toen hebben we nog een aflevering van de Blacklist gekeken. En ik ben al aan het opruimen. En dat lijkt niet heel speciaal. Maar voor mij is dit toch wel een stukje wat bijzonders aan. Want dat ga ik laten zien, anders gelooft eigenlijk niemand me. Het is echt nog net voor 11:15. En ik ga gewoon al naar mijn bed. Echt, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Jongens, schoenmetje was klaar. Meestal app ik naar Marco of hij morgen brood uit wil halen van Suzanne. En, want als ik het nu vraag, vergeet hij het morgenochtend. Dus dan wacht ik tot hij slaapt. En als hij slaapt, dan app ik het naar hem. Want dan is het het eerste wat hij leest in de ochtend. Ik moest nog iets vragen. Oh ja, dat ga ik zo even appen. Maar ik weet niet eens zeker of hij slaapt. Dus ik wacht tot ik boven ben. Als hij dan inderdaad slaapt, stuur ik het. En als hij nog wakker is, zeg ik niet je app openen. Want dan werkt het niet. Maar ik ga de vlog afsluiten. Een heleboel nutteloos gebrabbel van mij. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!